Het Rooms-Katholieke Bisdom Paramaribo heeft het startsein gegeven voor de voorbereidingen van een bisschoppensynode. Dit gebeurde afgelopen zondag tijdens een bijzondere heilige mis in de kathedrale basiliek. Een bisschoppensynode in de RK-kerk is een vergadering van alle RK-bisschoppen ter wereld. Zo'n synode wordt door de paus bijeengeroepen om te praten over dringende zaken die de kerk of de wereld aangaan. De beraadslagingen van de kerkelijke leiders worden vastgesteld in een document dat aan de kerk wordt aangeboden als een leidraad in het omgang met de uitdagingen over het besproken onderwerp. Bisschop Karel Tsuny liet tijdens de dienst weten dat in de voorbereidingsfase de kerk niet alleen intern bezig zal zijn, maar er zal ook gepraat worden met onder meer andere kerken en godsdiensten. Verder ook met personen en groepen waarnaar er vaak niet geluisterd wordt, die vaak niet gezien, verstoten of vermeden worden. Jullie worden nu echt uitgenodigd om in dit proces het eerste woord te hebben. Maak er gebruik van. Neem je missie serieus die jij hebt gehad vanaf je doopsel, om ook priester, profeet en koning te zijn. En ze kwamen aan in Jeruzalem en daar hoorden ze hetzelfde verhaal. De Heer is werkelijk verrezen. Het was een en al vreugde. Laat onze Eucharistie een bron van vreugde zijn gedurende deze 2 jaren waarin wij bezig zullen zijn met het synodaal proces. Bisschop Tsuny nodigde de aanwezigen uit om de expositie Het kleurrijke Roomse leven in het bisschopshuis in het kerkelijk museum te bezoeken. Het is een expositie van de kazuifels en stola's die gemaakt zijn door kunstenaar Michel Wongloising bij de gelegenheid van de bisschopswijding van Monseigneur de Becker. Monseigneur de Becker had het aan de priesters geschonken. Ik vraag jullie om het terug te schenken aan het bisdom, want het is een unieke collectie. Als u komt, gaat u echt uw ogen uitkijken. Hoe de Heilige Geest in hem gewerkt heeft en hoe hij in korte tijd iets van eeuwige waarde heeft gecreëerd. Want de synode betekent ook de kerk incultureren. De kerk een eigen Surinaams gezicht geven. En kunstenaars zijn net als priesters middelaars tussen God en de mensen. Ze laten ons een werkelijkheid zien die we normaal niet zouden zien. De expositie Het kleurrijke Roomse leven duurt tot en met 10 januari 2022. Mensen die de expo willen bezoeken kunnen een afspraak maken bij het bisdom.